Welkom bij Mystic Angel Raad en Tarot. Ik ben Radha. Dit is de maandelijkse reading voor de maand augustus 2022 voor de vissen. Ik heb de kaarten al gelegd. Ik ga gelijk beginnen met de reading. De energiekaart voor jullie vissen zijn is zorg goed voor jezelf. Je pakt te veel energie op van de ander. Je weet soms niet meer wat van jezelf is of van de ander. Dit maakt je moe. Zorg goed voor jezelf. Vraag aan God en engelen om een goudwit beschermend licht om je heen te zetten. En ga meer aardingsoefeningen doen. Nu moet je meer gaan aarden, meer gaan shielden. Met goudwit licht om je heen te zetten. En ja, zorg goed voor jezelf in de maand augustus. Want je bent net de spons dat mensen energie van je, aan je vreten. Dus zorg goed voor jezelf. Begeleidende boodschap is helen. Ja, daar hoort ook natuurlijk heling bij. Dus dat is logisch. Pak goed je rust. Trek jezelf ook even terug. Ga meer de natuur in. Ga meer mediteren. In de natuur dan heel je ook. Hè? Dus probeer goed te helen. Maar zorg goed voor jezelf, trek jezelf terug, pak je rust op tijd. Believe and succeed. Je mag meer in jezelf geloven om succes te gaan hebben, zodat je meer in balans gaat komen. Ja, nurture. Zorg goed voor jezelf, want je blokkeert als je niet goed voor jezelf zorgt. Kom je niet in je kracht. Throatchakra. Je wordt begeleid bij je keelchakra. Je keelchakra is geblokkeerd. Ik kan je ook aanraden om intuïtieve ontwikkeling bij mij te volgen. Zodat al jouw chakra's geopend worden. Want als één chakra op slot gaat, gaan al die chakra's bijna op slot. Dus ook de communicatie. Je wordt wel daarin begeleid hoor. En er vindt wel heling plaats, maar het zal wel meer tijd gaan kosten. Oh, het uitspreken, dat is al moeilijk. Maar daar komt wel positief verandering in. Je wordt in begeleid. Maar als je daar wel vaker last van hebt, dan raad ik je wel die intuïtieve ontwikkeling aan. Want het kan te maken hebben met de trauma's of blokkades van het verleden. Wat zeg maar elke keer op jouw keelchakra's gaat slaan. Dus kijk maar wat je wil en laat me via de WhatsApp even weten. Ja? Mocht je hulp nodig hebben, ik sta voor je klaar. Ik help je graag. Simply love. In het verleden had je heel veel zelfliefde. Het innerlijk kind. Je hield ook van je innerlijk kind. Er was gewoon liefde en licht. Ja, dromen komen wel uit, zegt het universum. Ja. Probeer dat te ontvangen. Want jouw dromen komen bijna uit. Jouw wensen. Jouw dromen. Challenging times. Ja, er komen weer obstakels op je pad. Obstakels met wel positieve veranderingen als je jezelf goed beschermt. Ga goed aarden. Ga goed jezelf shielden. En trek jezelf terug in... Als er mensen komen met drama en die in gevechtsmodus zitten. Dus kijk even, ja, het enige wat je kan doen is jezelf terugtrekken en gewoon dichter bij jezelf komen. Ga mediteren, ga de natuur in, ga lekker een dutje doen of wat dan ook om weer in je kracht te komen, weer in je element. Ja, je voelt je heel erg alleen. Je voelt je heel erg eenzaam. Maar daar wordt wel aan gewerkt. Daar komt wel een positieve verandering in. Want kijk, zoals die vrouw die ziet dat huis hier. En ja, dat... Ja, volg je intuïtie. Volg je intuïtie. Ja, luister naar je intuïtie. Want dat gaat jou leiden om niet meer alleen te zijn. En dat gaat jou leiden naar veel meer liefde. Shine.
Relatie en omgeving, laat jouw licht schijnen. En dan sta je in kracht. Laat jouw licht schijnen bij al je relaties, je omgeving. Ga stralen. Control. Hoop en angst. Laat controle los, zodat er meer liefde binnen kan komen. En probeer de dingen in te zien in plaats van jezelf af te sluiten. Ja? Kijk, ziek. Ga weer mediteren. Ga weer de natuur in. Daar zal er heling plaatsvinden. En je komt ook je antwoorden tegen. Daar zal je meer in kracht komen, de natuur. En door meditatie. Opportunity beckons. Ik zie dat je wel mogelijkheden gaat krijgen of hebt. En dat het voor langdurig zal zijn. Dus wat ik hier zie is de aarde en de kosmos. Sorry hoor. De aarde en de kosmos die helpen jou om jouw mogelijkheden te laten zien. Dus let op de tekens. Want ze gaan je via tekens laten zien wat de mogelijkheden zijn voor jou. Zodat jouw wensen, jouw dromen uit kunnen komen. Dan heb ik hier nummer 29. En dat is, ik denk aan jou. Een liefhebbende gedachte ontdekt het waardevolle. Deze kaart is een bevestiging dat iemand waar jij aan dacht ook aan jou denkt. Het kan iemand zijn die is overleden of een nog levende vriend, familielid of dierbare. Onze gedachten en gevoelens zijn in feite energiefrequenties, golflengtes die over tijd en ruimte heen werken. Wij zenden allemaal informatie uit en ontvangen die ook, via onze gedachten en gevoelens. Het maakt niet uit of iemand in de buurt is of heel ver weg, in leven of al overleden. In ons onderbewuste zijn we in voortdurende communicatie met degene aan wie we denken en van wie we houden. Als je dit hoort, stel je waarschijnlijk je gedachten voor die door tijd en ruimte heen reizen. In werkelijkheid reist er echter niets ergens naartoe. In de eerste plaats komt dit omdat er energetisch en ook spiritueel geen scheiding bestaat. We zijn allemaal met elkaar verbonden en uiteindelijk zijn we allemaal uiteindelijk één. Voor eeuwig opgenomen in de oceaan van het goddelijke liefde. De grote kosmische oceaan van het leven is groter en eindelozer dan we ons kunnen voorstellen. En tegelijkertijd kan hij kleiner zijn dan het kleinste deeltje. Affirmatie. Alles en allen die ik lief heb, leven voor altijd in mijn hart. Ik ben één met alle mensen. Ik ben één met de hele schepping. Ik ben in voortdurende communicatie met iedereen. Tijd en ruimte zijn alleen echt als ik geloof dat ze dat zijn. Dus we zijn allemaal één. En als jij aan iemand denkt, probeer ook contact op te nemen met diegene. Misschien dat jij weer contact wil. En dat er nu eindelijk de tijd daarvoor is om die contact weer te herstellen. Mocht jij dat willen, dan zou ik zeggen, doe het gewoon. Proberen kan geen kwaad. En volg je hart hierin. Ja? Ga mee mediteren, ga helen en zorg goed voor jezelf. In de maand augustus is dat heel hard nodig. Ja, bescherm jezelf. Met goudwit licht. Ja, ga je meer gronden. Ga meer aarden. Ga meer mediteren. Heel erg belangrijk voor jou. Mocht je mij hulp nodig hebben, dan weet je me te vinden via mijn 06 nummer hieronder. En kan je me bereiken via de WhatsApp. Yes? Like, abonneer en laat belletje rinkelen om mijn video's te ontvangen. Zet hieronder deze video voor wat je van de reading vond. En kijk ook eventueel naar mijn diensten. En laat me weten als je een van mijn diensten wilt via de WhatsApp. Ja?
Oké, tot de volgende keer. Doei!